ben speciaal naar een andere zaak gegaan om daar nog te gaan trainen. Ja. Ah, helemaal goed. Heb je er zin in? Ja, heel erg veel zin in. Dan laat ik het podium aan jou. Oké. Goedemiddag, ik ben Francesco. Zoals je hoorde werk ik in de stressfabriek. Dat doe ik ongeveer 3 dagen per week. Daarbuiten maak ik ook heel veel koffie op evenementen bijvoorbeeld. Ik heb voor Douwe Egberts bijvoorbeeld koffie gemaakt op Lowlands. Dat vind ik super leuk natuurlijk. En daarnaast ga ik veel espresso drinken bij allerlei barren. Ik ben in Berlijn geweest de afgelopen zomer. Ik heb lekker koffie gedronken. En ik heb hele goede koffies gedronken de afgelopen jaar. Maar nooit dacht ik van wow, dit is echt fantastisch goed of zo. Dit is echt bijzonder. Totdat ik de koffie dronk die ik nu normaal heb gevoeld. Die dronk ik bij Hopper in Rotterdam. Ik dacht van wow, dit is echt zo lekker. Dit is zo'n goede koffie. Een Ethiopische koffie, de Hele Salassie. Een hele zoete, kruidige koffie, dat zijn kruiden misschien. Als je proeft echt gedroogd fruit, zoals gedroogde abrikozen of azijntjes, sultana's. En hij is heel kruidig, dus je proeft laurier bijvoorbeeld en salmiak. Dat vind ik heel lekker. Het is heel complex, een hele volle espresso. En hij heeft een hele lange nasmaak van donkere karamel en een beetje bergamo. En dat vond ik heel bijzonder, want bergamo vind ik heel lekker. En ook weer tegen. En dat vond ik heel lekker om dat in deze espresso te vinden. Dus die ga ik ook even maken. Ik zet nog een flesje van af. En een beetje voor het koffieplantje. Dit is Kees' koffieplant. Die gaf ik cadeau aan mijn vriendin. En toen noemde ze naar haar lievelings koffiemaker, denk ik. Kees. Dat vond ik heel fijn. Ik kom terug met espresso. Espresso. Alleen het wat volle complexe gaat er een klein beetje van af. Hij wordt juist wat zoeter, een beetje melkchocoladeachtig. Of butterscotch misschien.
gelijk even doorgegaan met het maken van cappuccino's. Ik heb een beetje tijd op bij de espresso's nu. Ook voor de cappuccino's gebruik ik dezelfde espresso. Alleen het wat volle complexe gaat er een klein beetje van af. Hij wordt juist wat zoeter, een beetje melkchocoladeachtig. De butterscotch misschien? Op mijn special heb ik dezelfde espresso gebruikt, maar dan heb ik hem gezet op een Earl Grey thee, waar ook de bergamotolie in zit. Die wilde ik graag wat versterken en daarom heb ik die samen gecombineerd. Ik heb hem afgeschonken met opgestoomde melk, dat zijn eigenlijk cottages geworden. En als finishing touch een klein beetje vers gemalen kaneel. Als wat is de tijd? 16:09. Francesca even van achter vandaan. Huilen. Ja. Emotioneel. Heel, heel. Nou, ik ben een beetje aan het stressen altijd. En als dan één ding misgaat, dan kan ik het ofwel terugvinden of niet. En even niet. Je hebt in ieder geval alles uitgeserveerd, alles staat op tafel. Ja, dat dacht ik. De dranken die je wou maken, die staan er. Ja.
krijg je voor jezelf niet vandaar de smaakpunt over. Dat is toch fijn? Dat is leuk. Ja. Ja. Volgend jaar weer? Echt? Nee? Drie keer. Was je laatste jaar? Ja, denk het wel. Nou, wie weet is het dan de laatste drinken. Je bent wel een bekende in de koffiewereld. Je hebt het in je om in de finale te staan, dat hebben we al gezien. Ja, helaas. Helaas voor deze keer. Ja. Dankjewel, trouwens.